Zijn er onder jullie die, al, die, die zelf een iPad hebben thuis? Dus die weten hoe je ermee filmt. Die al gemonteerd hebben in iMovie? Jawel, Robin. Dat wil zeggen dat je straks ook vraagbaak mag spelen voor de andere leerlingen. Om eerlijk te zijn, als je ermee begint, dat is een sprong in het diepe. Je weet zelf niet wat je moet verwachten. Dat is best wel moeilijk, maar je moet dat gewoon doen, want je leert zelf bij. En het rendement dat je eruit haalt en het enthousiasme en de motivatie van de leerlingen, die doe je snel vergeten dat je een risico genomen hebt, want je neemt een risico. Wie heeft er de film The Blair Witch Project, wie heeft dat je al gezien? Die is zo gefilmd, hè? Zo de hele tijd rondlopen met de camera. Ja? Daar word je zeeziek van. Probeer zoveel mogelijk stilstaande, stabiele beelden te filmen. Hoe doe je dat? Zet je armen tegen je borstkas, houd dat, zo, dat toestel zo vast. Dan heb je een stabiel, bijna stilstaand beeld. Ik ben Peter van den Broek, ik ben leerkracht Engels in het derde en vierde jaar secundair onderwijs in het Sint-Josef Instituut in Hamme. En vandaag ga ik met mijn leerlingen met video aan de slag in de klas. Maar als ik zo film, ja, dan zien jullie er vrij donker uit. En wat buiten is, heel licht. Hoe komt dat omdat het grootste deel van het licht van achter jullie komt? Als ik dat omgekeerd doe, stilstaande beelden filmen, ja, dan ziet Pauline er al heel wat beter uit. Ze gaan een videoopname maken van zichzelf. Een interview dat ze maken met een klasgenoot over hun hobby's. Een eenvoudig onderwerpje waarbij ze eigenlijk een stukje grammatica inoefenen, namelijk de present simple, want die tijd gebruik je om over je hobby's te praten, what you always do. In mijn bibliotheek zitten alle fragmentjes, ja? Alle videofragmenten, alle foto's en alle muziek, ja? Die ik op mijn iPad staan heb, die ik kan gaan gebruiken in een montage. En onderaan, dat is uw tijdslijn. Daar kan je eigenlijk die fragmenten door elkaar gaan inzetten. Als je voor het eerst met video aan de slag gaat in de klas met leerlingen met zo'n tablet, of dat nu een iPad of een Android toestel is, dat maakt niet uit. Dan moet je er toch van uitgaan dat één lesuur te weinig is. Dus ik ben begonnen met een stukje theorie over beeldtaal te geven. Hoe als je gaat filmen, dat je niet ja, rechtopstaand gaat filmen, want een tv die staat ook niet op zijn kant. Dan ook omdat ze een interview moesten gaan opnemen, hebben we het gehad over ja, hoe zit dat in elkaar. Dan een stukje ja, monteren in iMovie, hoe doe je dat? En dan gaan ze concreet aan de slag. 3, 2, 1. Hi, what's your name? Mom, what is your hobby? My hobby is karate and gaming. Why do you like it so much? When I mountainbike, I'm in fresh air and I can lose all my energy in it. Maar ik zal anders deze vraag zeggen, where? En dan die gewoon normaal, when. Oké. Okay. Pauline, what's your hobby? En hier moet Pauline haar antwoord. Het product is niet zo belangrijk, het is het proces dat ze doorlopen hebben om dat filmpje te maken dat belangrijk is. Ze hebben die ene spreekopdracht een aantal keer gedaan. Ze hebben fouten gemaakt, ze hebben hun eigen fouten gezien, ze hebben daaruit geleerd. Ze zijn met drie aan het werk. Ze zijn sociaal aan het leren. Het is ook belangrijk dat je ziet dat leerlingen die stil zijn in een gewone les, nu plots openbloeien. Want zij vinden dit leuk, dit is hun ding. Nee, ik moet die lijn hebben. Ja, ja. Zo. En je wil dat splitsen, hè? Ja. Ah ja, juistjes. Zet iets van in het begin uit wat dat geeft. Good evening, sir. Good evening. Mom, what is your hobby? My hobby is... Ze maken nu een filmpje van 2 minuten. Het is de bedoeling dat aan het einde van het vierde jaar ze die iPad meenemen naar Londen en dat ze daar op straat mensen gaan interviewen en dat ze een kleine documentaire gaan maken van een kwartiertje. Als je nu volgend jaar in Londen zo interviews moet gaan doen, dan ga je 5, 6 interviews moeten gaan doen. Om duur krijg je zo'n groot bestand dat je, waarin je zit te monteren. Wat dat je dan doet is, elk interviewtje, dat ga je apart monteren, die zet je op je filmrol en die kan je dan nog eens aan elkaar gaan plakken. Er zit voor mezelf heel veel tijdswinst in. Als ik al die leerlingen 1 voor 1 of in groepjes van 2 voor de klas moet plaatsen, dan ben ik 1, misschien 2 lesuren kwijt. Terwijl op deze manier zijn ze een heel lesuur met z'n allen aan het werk. Ze zijn allemaal Engels aan het praten. En ik heb ook een product waarop ik me kan baseren om ze een score te geven. We hadden zo'n stukje en wij deden dat zomaar ineens, dat was weg en we vinden dat niet meer terug, dat staat hier niet meer tussen. Weg kan het niet zijn, het staat altijd hier nog tussen. Hè. Dus wat je hier weg doet, is nooit verdwenen. Het zit altijd nog in je bibliotheek. Dat is die laatste stukjes moet je nog hebben. De leerlingen vinden het vooral fijn omdat het variatie brengt. Als elke leerkracht elke spreekopdracht op die manier laat doen, na 3, 4 keer zitten ze daar, zijn ze daar weer met die iPads. Het moet ergens wel een meerwaarde geven. Het moet nuttig zijn wat ze ermee doen.